Hooggeëerd publiek, welkom bij Kerstcircus Ahoy! Wij gaan vandaag naar Ahoy, het kerstcircus. En daar gaan we een dagvlog van maken. En de weekvlog die komt ietsjes later. Een andere keer, toch? Ja, een andere keer, ja. Oké. Okay. Ik moest 6 uur mijn bed uit. Het is nu 7:50 en we gaan zo rijden, dus dan zijn we er om 7:55. Ja, ongeveer. Is een beetje vroeg. Ja, weet je wel. We zijn bij Ahoy. Ja, we zijn er. Het kerstcircus. Nou, Kim, heb jij al ervaring met het circus? Ja, ik ben al wel eens net circus geweest. Toen was ik 6. Dat was in Zeeland, volgens mij. En toen, dat was nog de tijd dat het wel niet zielig was met de diertjes. Dat is nu natuurlijk niet meer. Maar toen heb ik nog op een kameel gereden. En toen heb ik nog met een tijgertje op de foto gestaan. Nou ja, nu zou ik dat eigenlijk niet meer doen met die tijgertjes, want ik vond het toch wel een beetje zielig. Ze worden toch wel in zo'n klein hokje. En, Maar het is toch ook schattig? Dat wel. Het is wel sneu, soms. En die kameel dan? En die kameel stond in zo'n, weet je, zo'n lijnvakje. Zo eentje, ja, dat kan. Ja. Kijk, ik heb geen ervaring. Nou, ik heb wel ervaring met het circus, alleen nog niet met dieren. Ik ben vroeger, toen ik klein was, ben ik naar het circus geweest samen met een vriendin van mij. Alleen een clown heeft me heel erg hard laten schrikken. Dus sindsdien ben ik een beetje bang geworden voor clownen. Maar gelukkig zijn er geen clownen vandaag. Alleen paardjes. Dat hoop je dan maar. Er zijn wel clownen. Nou, dan ga ik niet. Ik heb er ook nog een visitor. We zijn aan het wachten, dus we gaan op een stukje voor het circus. We zitten nu in de personeelskantine van het Ahoy en het is best wel gaaf hier. Oh, een mega monster. Ik wil heel graag eens een attractie. Het is echt gaaf. Ja. En dan zeggen ze dat ik te klein ben. Tess wil ook in het circus, jongens. Ze is aan het oefenen nu. Tadaa. Kijk, zo leer je de overslag. En ik word een lamp. En Kim is ons lampje vandaag. Tadaa. Ga je nog meer doen, Tess, of was dit het? Kim kan ook lopen. Ja, Kim, laat zien. Oh, ik mag ook opeisen. Misschien moet je dat stukje er maar niet in doen. Heel een mooi stukje. Oké, okay, daar gaan we. Ja, ik wacht. Ja, ja. We zijn tot de conclusie gekomen dat Kim oud wordt. Want ik zei, ga staan. Poink, zo zie je. Ze stort ook gewoon in elkaar. En we zitten even te wachten, want hun zijn daar allemaal aan het praten. Dus dan moeten de meisjes even zelf kunstjes doen. Maar we hadden gezegd, Kim, als je nou gaat staan. En dan ga je even achterover met je handen. Tess kan het wel, zegt ze. Ja, laat maar zien. Nee. Zo? Nee, dat is niet goed, hè? Nou, nee. Baas Kim zegt, het is niet goed. Nou, Kim, laat maar even zien hoe het dan wel moet, hè? Kan je me helpen? Als we elkaar helpen, dan fixen we. Kim gaat alweer de broek ophijsen. Kan jou helpen? Nee, ik ga toch niet. Nou, daar gaat ze. Ta, ta, ta. Ja, ik. Oeh. Nee, jongens. Tess. Nee, ga weg. Ik heb het eerder gedaan, hoor.
zeggen soepeltjes! Oeh, ja, 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 ja. Nou, je kan zeggen wat je wil, maar ze heeft hem. Tada! En nu weer omhoog, Kim. En nu komt iets heel spannends. Ik weet niet wat ze doet, maar het ziet er wel eng uit. Ja, wat die meiden net deden was ook eng. Oh, Flok. Nou, goed bezig. Kan niet anders zeggen. Nou, en daar zit boven zit dan de muziek, het orkest. Oh, we zijn nu backstage in de kantine van de, waar de ex zitten. Ja, en ik viel bijna slaap. Het ligt echt heel lekker dit. Mag ik jou misschien vragen? Hallo eerst! Zeg, hoe is het? Goed. Gaat het goed? Ja. Wat kan ik je helpen? Ja, ik had een vraag voor je. Je wil me wat vragen? Ja. Nou, dat kan. Mag dat? Ja, tuurlijk. Oké. Wat doe jij in het circus? Nou, ik ben verantwoordelijk dat die mensen een beetje aan het lachen te krijgen. Dus ik ben de komiekje in het circus. Maar ja, je kan ook clown zeggen, maar dat is een beetje ouderwet. Want in deze tijd, die grote neus en die grote, dat is voorbij. Dus dat zijn allemaal, wij doen het een beetje anders, een beetje moderner. Dat jullie, die jeugdige publiek, ook een beetje dat leuk vinden. En ja, niet alleen met de kleine kindertjes, niet de peuters. Dus ja, daarvoor ben ik verantwoordelijk hier. En we hebben hier binnen dan 3000 man, daar sta ik dan alleen. En dan moet ik ze laten lachen. Ik sta nooit alleen, ik sta met deze. Ja, ja, je hebt geluk. Je hebt geluk. Ik sta daar alleen voor de mensen. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Oostenrijk. Oostenrijk? Ja. Dan reizen? Nou ja, in het circus, in de showwereld ga je overal reizen, dus voor ons is niks ver. Dus we zijn het gewend om even naar Frankrijk te gaan. Ik kom net van St. Petersburg vandaan, van Rusland. Dan kom ik hier naartoe en dan ga ik weer naar Denemarken en ga ik weer naar huis, naar Oostenrijk. Dus dat is allemaal normaal. Voor ons is dat niet meer zo erg om te reizen. Dat is een deel van je werk. Ik blijf wel in Nederland en in België, zo. Ja, dat is ook fijn. Dat is normaal, hè. Als je niet, ons vak is een beetje anders, dus wij moeten een beetje reizen. Maar als je hier leeft en hier woont, Nederland is ook heel mooi, toch? Ja, vind je het mooi hier? Waar vind je het leuk, in België of in Nederland? België. Dat die frietjes beter zijn? Nee. Die zijn niet beter. Ik ben één keer op vakantie geweest, dat ook hele frietjes. Waar was dat? Dat weet ik niet. Dat was zeker ergens in Duitsland. Nee, in België. In België? In België, slechte friet in België, daar gaan we nooit mee heen. Dan moet ik me even zeggen waar het is, daar ga ik niet heen op vakantie. Nee, waar was ik het nou? Noordenne. Noordenne, ga je gelijk opschrijven, Noordenne. Noordenne niet op vakantie gaan. Slechte friet. Niet te hachelen. Oké, heb ik opgeslagen. Oké, waarom ben je eigenlijk komiek? Nou, dat kan ik je heel snel vertellen. Omdat ik niets geleerd heb. Dan moet je een people worden. Nee hoor, nee. Ik wou altijd eigenlijk de mensen aan het lachen brengen. En niet op school, ik wou niet de school clown zijn, maar ik wou dat altijd als beroep doen. Ik heb altijd mensen gezien die in een circus of in een show gewerkt hebben. En dat vond ik hartstikke mooi. Dus dat begon ik dat ook een beetje te leren. Maar wat ik niet wist, dat clown zijn of komiek zijn een heel serieuze zaak is. Je moet er heel, heel zwaar aan werken. Je moet heel veel instrumenten spelen. Je moet heel veel trainen. Je moet heel veel timing krijgen. Moet je ook verschillende talen spreken? Ja, natuurlijk. Want met jou praat ik toch Nederlands. Ik ben toch Oostenrijker? Dat heb je al gezien. En als ik in St. Petersburg ben, moet ik met de mensen Russisch praten. Als ik in Frankrijk ben, moet ik met hun Frans praten. En hoeveel talen kan je dan spreken? Nou, zo'n stuk of 5, 6. Ik kan er 2. Nederlands en Belgisch. Nee, ik kan een klein beetje Engels. Ja, dat is toch prima? Ja. Ja, maar je kan toch niet alles. Ik heb ook niet alles gelijk geleerd. Dat gaat toch step by step. En dat is, ik vind dat prima. Als je Engels is belangrijk, want mijn zoontje, ik heb namelijk een zoon, die is 9 jaar oud. En die leert nu ook Engels, want dat is ook heel belangrijk. En daarna komt het wel. En sommige mensen hebben goed oor voor talen en die pakken dat gelijk op. En sommige hebben een beetje meer moeite ermee. Maar als je Engels en er misschien nog eentje spreekt, dan is het toch perfect. Ik zou ook Latijn willen spreken. Latijns? Ja.
dat is ook maar, als je gaat studeren is dat belangrijk, hè? Als je arts wil worden, moet je Latijn. Maar Latijns is sowieso een goed taal om te leren. Okay. Altijd goed. Het is wel moeilijk, maar ja, denk ik ook. Maar het is wel goed om te doen, hoor. Hoe laat ga je oefenen? Oefenen? Ja. Ik weet het niet, dat weet onze grote directeur, maar ik heb geen idee. Dus het gaat over de hele dag. En dat is een andere ding, wat je moet leren in de showbusiness, wachten. Wachten, 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 wachten. Bij ons is het vooral stallen regelen. Ja, om stallen regelen. Ja, dat doe je dan hard en paard. Ja, twee. En dan misschien een kinderen. Ja, echt waar. Nu, hebben jullie hier de paarden al gezien? Nee, nog niet. Nee, nog niet? We hebben een hele hoop paarden, 25 paarden hier. 25? Ja. 20? Ja, zoiets. Oké, 20 paardjes. 20 paardjes. Maar dat is ook wel spannend, hè? Om even te krijgen. Ik denk dat jullie vast mogen gaan kijken. Als je gaat vragen, dan mag je even kijken. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor de clowns. Ben je nu nog bang? Nee. Nee, want we zijn ook maar gewone mensen, hè? Ook niks anders dan je vader of je moeder of je oom. Allemaal normale mensen. Paarden. Kijk. Hier staan al de paarden. Die worden gepoetst. Wow. Heel veel werk hier in de kind, 25 paarden. Ik heb ook bruine zin. Nee? Where do you come from? We came from Hungary. Okay. During the show, why do you keep the horses on the leash? Yeah, because the Hungarian post, it starts like I come in on two horses, and every round comes one more, and they have a launch on a gumi on the back. I always get it. And I always get more and more and more, and on the end I had 20 in my hand. So that's the reason of the act. What kind of breeds do you have with you? We have Arabians, six Amir Arabians, and four Shaggy Arabians. And we have eight Frisians, Holland Frisians. They come from Holland. We was coming here to buy them. We have two Tinkers and six Hungarian really heavy horses, which they are used to work in the forest to pull like wood and some stuff like that, and we jump on their back. So they are like two or two and a half Arab together, one horse. It's one Arab is like 450 kilos and the jockey horse is like 1,100 kilos. It's like a little elephant. Why did you choose to do this for your work? I born in the circus already when already I'm the seventh generation, and like it's normal by us. So it's not you don't have to do it, but if you like it when you are small, you can do it. So when I was already small, like 3, 4, 5 years old, I was always in the stable, I was always by the circus, so I'm used to it. Okay. Nou, ik vond de diertjes echt super schattig. Die hondjes die helemaal gingen staan en zo. Het was gewoon schattig. Ik vond ze niet zielig, want die zag gewoon aan dat ze het ook allemaal heel leuk vonden. En hoe merkte je dat dan? Sommigen waren een beetje enthousiast. Ja, dat heb ik ook gemerkt, ja. Nou, ik ben eigenlijk nu best... Ja, ik weet niet. De clown is best leuk. Want ik vind het ook grappig dat hij 5 of 6 verschillende talen kan. Ik heb 3 verschillende talen horen spreken en dat is best veel. 4 zelfs. 4? Oh ja. En hij ging van Nederlands naar Duits, naar iets wat op Italiaans leek. Ja. Naar Russisch. Oh ja. Wil je ook naar het kerstcircus? Kijk dan hier beneden. Daar staat de link waar je de kaartjes kan kopen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vooral een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. En check ook gelijk die van Kim.